Goedemorgen mensen, het is weer een hele nieuwe dag hier zo. Een van de laatste dagen. Nee, in de ene laatste dag hier. We gaan nu richting Dolfinarium. Curaçao Dolfinarium. Want wie heeft een leuk cadeautje gekregen voor de verjaardag? Meerte. Van haar familie. Dagmar, Jordan, Brechtje, Marlies en van mij. Was ze natuurlijk lekker genieten. Dolfijnen. Veel meer te heel. Dolfijn. Yes. Hoe doet de dolfijn dan? Doet de dolfijn zo? Ja. Nee. Meer te dolfijn. Jullie gaan het zien mensen later. Doei. Zo, weer even binnen. Net hadden we gepit, maar er kwam geen geld uit. Dus hopen dat het niet van de rekening afgeschreven is. Maar we proberen het hier eventjes. Volgens mij gaat het allemaal wel prima. Karma, karma. Oké. Okay. Hoi. Irritant. Karma. Nee, niks karma. Ja. Laat je mij bij het sleutelen in de appartement. Jij moet op dolfijn zwemmen, of niet? Ja, nou. We hebben genoeg tijd, hoor. Beetje zielig? Ja, man. Beetje wel. Waarom gaan we dan? Seppie. Muziek hoor. Erko staat hier op mijn 1. Min 2. Sowieso min 2. Dat is het. Lijkt net zo. Ziekenhuis. Hoezo? Oh, dat is niet goed hoor. Oké, okay, gaan mensen. It is our hope that this connection will encourage you to appreciate the dolphins as we do and recognize the need to preserve and protect not only the animals but the environment in which they live and we all depend. So let's get your program started. Ariel, luister nou eens. Die mensenwereld is een troep. Het leven op de zeebodem is veel beter dan wat ze daarboven te bieden hebben. De blaadjes zijn altijd groener in andermans zeewierwoud. Maar als je daarvan gaat dromen, bega je een grote fout. Waarom ben je niet tevreden met al wat de zee je biedt? Het is hier zo mooi beneden, dat vind je daarboven niet. Diep in de zee, diep in de zee. Zal je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden. Daar werken zij de hele dag, nooit hoor je eens een schattenlak. Laat ons maar drijven met ons leven diep in de zee. Bij ons is een vis gelukkig, al krijgt hij hier niet veel zon. Aan land heeft de vis de pest in, want daar zwemt hij in een kom. De vis in de kom zal denken, wat duurt hier het leven kort. Al gauw krijgt het baasje honger. En belandt hij op een bord. Oh jee, diep in de zee, diep in de zee. Niemand hier kwelt ons, niemand bestelt ons voor zijn diner. Wij zijn bij mensen in de smaak, toch krijg je ons niet aan de haak. Het is veel gezonder, niets geen gezonder, hier in de zee. Diep in de zee, zeg het je eerlijk, hier is het heerlijk, diep in de zee. Moet je die rok zien en die ster, die zijn in een razend goed humeur. Kijk nou die heren, mooi musiceren, diep in de zee. Yeah. Vooruit met de pleit, de karper, die haar en dat is de bas. Oké,
Zeemeer, zeemerminnetje hier zo. Zijn we zeemermin. Lijkt me ook wel leuk werk. Ja? Vond je het leuk? Meerte? Vond je het leuk? Ja. Ik word ook dolfijn gekregen. Ja? Ja. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, meer. Hoe is het? Pompoen, pannenkoekie. We gaan deze proberen mensen aan te laten. Wij horen nu tegen Suki. Hij is echt sweet die mensen. Hij is heavy, hij is echt heavy. Aanraden? Aanraden. Amor! Dit knip je eruit, je zet mij niet meer in die vlog. Ja, zij is raar, ze is helemaal in de war. Dat jij jezelf zo lekker vindt en jezelf wil filmen, prima, maar laat mij gewoon erbuiten. Zij is raar, maat. Kijk wat ze allemaal zegt tegen mij. Hij is in de war. Hij is in de war. Weet ze in de war? Jij bent in de war. Dat is schiet. Nee, 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 niet jammer, maar jij bent raar, maat. Jij bent helemaal in de war. Kijk, die op! Ga weg, ga weg, weg. Heel raar. Ga weg, maat. Kap hem. Kom. Hallo, die vrachtwagen moet een draai maken. Hij is tegen jou, hoor. Kijk. Hij is de boy. Bij Aziz. Met. Hey, lekker wat proost. Zeg hem eens. The place to be. The place to be. For hip-hop en R&B. Rock and roll. Mensen die hier zijn geweest, ik weet waar ik het over heb. Ja, als ze oud, als ze wel goede zender hebben opgezet. Eigenlijk moet ik hem overdag. Maar sommigen hadden misschien ook zwaar. Zal ik hem even wat gekker doen? Ja. Ik heb één dikke kapsel besteld. Hè? Dat hopen we. Maar die is volgens mij nog erg van de kapsel. Die is van alles hard. Ik heb de tent gehaald. Van alles nog wat. En een bakje met friet. Maar dit. Pff, ik weet niet wat het is. We zien het wel. Ik wil niet op de vlog. Goedemorgen mensen. Ik vandaag ga alleen. En ik ben nu richting de auto was. Want. We moeten zo auto inleveren, netjes en zo. Nu gaan we dan eventjes snel auto schoonmaken en dan gaan we vanavond gaan we in huis. Was weer over met de pret. Beginnen we weer bij de realiteit. Helaas gaan we onze droom uitstappen. Later. Dit is dan car wash. Maar dit is volgens mij niet de goede dag.
zwart. Je bent te zwart, man. Echt? Oh, ziet je niet. Man. Ik ben weer alleen hier. Nee, kijk, hier is hij ook. En we gaan nu lekker uitchecken. Doei, mooie hotelkamer. Ja, ik zeg eerlijk, ik wil weer naar huis. Ik ben... Nou ja, schijntje. Hij wil graag weg. Ik wil hier blijven. Doei. Laatste uurtjes. Kijk wat we hebben, mensen. De lekkerste pannenkoek op de wereld. Neus is zand te vellen. We gaan naar huis, mensen. Het is voorbij. Zijn vrouwtje is helemaal vers. Het is goudbruin. Tantje is een fliek, hoor. Tantje. Heel wat tantje. Het is tantje, mensen. Ze heeft geen meertje meer. Ja, wel meertje, maar ze heeft een nieuwe bijnaam. Dat is tantje. Tantje. Pak een tandje. Tandje. Zero, tandje. Er bevindt zich een kaart met veiligheidsinformatie in de stoelzak voor u. Hierop vindt u de evacuatieprocedures en de bracepositie die u moet aannemen wanneer het commando heads down gegeven wordt. Neemt u de tijd om deze kaart te lezen voor de start. We verzoeken alle passagiers die bij een uitgang zitten de procedures omtrent het openen van de uitgang te bestuderen op de veiligheidskaart. Controleer of uw stoelriem is gesloten. Het tafeltje voor u is ingeklapt met een aanleiding op laag en uw stoelriem goed is vastgemaakt. Dank u wel. Daar rechts, daar rechts. Dreries. Oh, dreries. We zijn weer in de street, hoor. Jetlag. Thanks, boys. Ja, die cadeautjes voor jullie, man.